Hij is een visionair op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. En hij weet die onderwijsvisie op een hele goede manier te vertalen naar concrete activiteiten en ook systemen. Hij is heel betrokken, hij is heel enthousiast, hij snapt waar andere medewerkers mee zouden kunnen zitten. Denkt altijd mee, probeert zaken uit te vogelen voordat het problemen worden. Voor mij de trefwoorden van hij is praktisch, dat is één. Hij is heel concreet, altijd, in zijn aanbevelingen, in zijn meningen. En hij is bescheiden. Elektronische leeromgevingen die worden opgebouwd samen met het onderwijs, samen met docenten. Een delegatie van docenten die daar ook echt over mag meepraten. En wat hij dan doet is dat constant spiegelen aan onze visie op ICT, onze visie op ICT en onderwijs, om te kijken of dat nog past. Nou, wat hij gezegd heeft is, als wij aan de slag gaan met informatievoorziening in het onderwijs, moeten we dat gepersonaliseerd doen. Want studenten willen informatie hebben die echt op hun gericht is. En niet wat is de informatie voor de klas, nee, wat is de informatie voor die student. Jacco is iemand die niet zozeer vanuit de ICT redeneert. ICT is meestal wat abstract benaderd. Jacco kijkt er heel praktisch tegenaan. Hoe helpt het mensen? En die visie, dat het echt een hulp moet zijn, dat vind ik, dat maakt Jacco speciaal. Ja, ik denk dat voor mij de grote uitdaging is om ICT faciliterend te laten zijn, ondersteunend te zijn, versnellend te laten zijn bij de doelen die je hebt met onderwijs. En je ziet, nou, die ontwikkelingen in het onderwijs gaan heel snel. En het is voor ons steeds de uitdaging, en dat vind ik heel mooi om te zien dat dat vaak ook lukt, om die onderwijsontwikkeling echt te ondersteunen. Doordat je ICT-middelen dus op zo'n manier weet in te zetten dat docenten en studenten er ook echt wat aan hebben. En daar word ik wel blij van. Ja. Ik heb zelf lang les gegeven. Dat scheelt denk ik ook wel iets, omdat dat toch je het gesprek makkelijker maakt met de gemiddelde docent. En ja, mijn hart ligt bij onderwijs en ligt maar gedeeltelijk bij ICT. We redeneren ook altijd vanuit het onderwijs. Dus onze onderwijsondersteuners, zo noemen we die, die helpen docenten met het verder ontwikkelen van hun onderwijs en nemen daar eigenlijk soort van zelfsprekend de ICT-ondersteuningen mee. En het is niet zo dat wij houden nooit rondes binnen het instituut van, nou, kijk eens wat een prachtig systeem, jullie moeten dat systeem allemaal gaan gebruiken. Nee, we hebben een onderwijsvisie, die gaat over gepersonaliseerd leren, die gaat over echte casussen uit de wereld om ons heen naar binnen halen en dat soort elementen. En daar gaan we proberen die ondersteuning voor te organiseren, niet andersom. Ja, dat lijkt te werken.